Ja, we staan hier ergens in Horsterveld en we staan hier bij de nummer 2. En we gaan zo meteen aanbellen en kijken of ze er zijn. Dus ik ben, het was een hele hoge score dit jaar. Ze zaten vlak bij elkaar, de nummers 1 en 2. Maar de nummer 2, ja, ze hadden net een paar puntjes minder. Dan gaan we nu zo meteen aanbellen. De kijkers van vorig jaar die zeggen misschien van, hé, daar zijn we eerder geweest. Nou, we gaan kijken of ze thuis zijn. En ik kan misschien, kan ik al een kleinigheid laten zien. Ze hebben een hele mooie tekening hier gemaakt van het bord. Daar hebben ze echt hun best voor gedaan. Daar hebben ze ook 6 punten voor gekregen voor die vraag. Nu gaan we kijken of ze er zijn. Jawel, ze zijn er, ze zijn er. Ja, oh, niet weglopen, niet weglopen. Ik doe een jas aan. Kijk eens, oh, doe een jas aan, ja, het is zo warm is het hier buiten niet. Dag Henny. Dag mannen. Zo, goedenavond Jan-Pieter, kijk eens. Hoi. Jullie zijn nu wel thuis, wat dachten jullie? Ja, vorig jaar dachten jullie. Maar we waren er wel. Ja, jullie waren er wel. Ja. Nou, wou je nog een berichtje doen van, we zijn vanavond thuis hoor. Ja, heel, heel goed. Maar jullie hebben, ja, spannend hè, jullie hebben de tweede prijs gewonnen. Ja. De tweede prijs. Wat gaat er door jullie heen, is dan de eerste vraag die gesteld wordt. Wat gaat er door jullie heen? Twee keer 1, 2 keer 2, dus... Ja, ja, of is het een beetje, het is toch niet een teleurstelling hè? Nee. Maar jullie zijn er blij mee. Ja, maar jullie hebben meegedaan. Ik heb de kijkers heb ik al dit laten zien. Kunnen jullie je vertellen wat jullie hier gemaakt hebben? Ja, dat nou, we hebben dat al een beetje uitgelegd toen ik het bracht. Hè, van, ja, maar de kijkers weten dat nog niet. Zien jullie wat het is? Tegen jullie. Ik zei, wij zijn het toen zeiden jullie van, jullie zijn het vrijdagavond borrelclubje. Vrijdagavond borrelclubje. Nou, ja, eigenlijk zegt dat al genoeg. Hè? Ja, we maken de fles wijn leeg. En we proosten op elkaar. Het is het bord van de wegversmalling. Dat is hem. Het vrijdagavond borrelclubje. Ja. En jullie, wegversmalling. Jullie hebben 231 punten gehaald. Van de 280. Ja, dat is een hele hoge score. Maar wie hebben er allemaal meegedaan bij het vrijdagavond borrelclubje? Wie waren dat? Ja, ons team, hè. Team. Wie zit er? Janneke zit erin. Tuurlijk, Janneke. Ron en Helga Hoekman. Ron en Helga Hoekman. Henk en Thea Meijer. Henk en Thea Meijer. Janne en André Veenink. Veenink, ja. Nou ja, en wij dan. En jullie. En dan hebben we nog hulplijnen. Ja, en zaten er leuke vragen in, vonden jullie? Ja. Het was weer hartstikke leuk om te doen. Ja. Ja, dan vraag je natuurlijk welke vragen, maar dat vind ik een lastige vraag. Wat was nou de vraag waar jullie op een gegeven moment, dat je zei, yes, nou hebben we het antwoord gevonden? Nou, die van de Smart, van die biezen uit Nijkerk, toen hadden we zoiets van, die weten wij. Die weten jullie. Die weten wij. Ja, ja, daar waren we meer. Dat je blij was dat je hem had, zeg maar, van die drie woorden waar je een plek moest vinden, zeg maar. Ja. En nou ja, die hadden opeens ook iemand gevonden. Ja, en dat zijn dan de mooie momenten natuurlijk ook. Ja, nou daar is het ook voor bedoeld. Ja, dat vond ik ook wel van die memories. Gezien, dat vond ik ook wel een bijzondere. Nou, jullie, ja, het is niet een verrassing. Ja, het is natuurlijk een verrassing. Tuurlijk is het een verrassing. Maar het is geen verrassing meer van welk bedrag. Weten jullie welk bedrag het is? Weten jullie het nog? €222,20. Is het geld van vorig jaar al op? Ja, dat is zo goed als op, ja. Dat is zo goed als op. Zou ik het even laten zien? Oeh, dat is even wat. Als niet eenmaal in actie is, die, nou, daar weet jij alles van natuurlijk. Ja, nee, ja, leuk. Ja. Gaat al jaren mee om, ja. Nou, wat, nu, dit is wel heel spannend wat er gebeurt. Vinden jullie het ook nog spannend trouwens? Wij hebben een heel creatief iemand in ons team. Ja. En wij hadden nog wat geld over. Ja. En wij hebben de gezinnen allemaal een mooie borrel plank cadeau gedaan. Oh, dat is een hele mooie. Dat met ons logo erop. Ja, dat is een hele mooie geste. Ja. Dat is dezelfde die de tekening van dat bord gemaakt heeft. Nou, dan geef ik jullie nu de prijs, officieel de prijs, de tweede prijs
van Zeewolde Kwisten, €222,20. Ja. Van harte gefeliciteerd. Vrijdagavond, ja. Borrelclub. Dankjewel. Namens het hele team. Ja, we zijn hier bij de nummer 1. Een verrassende nummer 1. Kijk eens eventjes welke prachtige tekeningen ze hebben gemaakt. Er is heel veel creativiteit aan de dag gelegd. Er staan hier heel wat auto's, dus ik denk dat ze wel thuis zijn. Wat ik al zei, het is een verrassende nummer 1, want ze hebben nog niet eerder de eerste prijs gehaald. Dus ik ga kijken of ze er zijn. Ik hoor al wat enig lawaai. Ik zie hier ook allemaal een bos hout, zeg maar. Dat lief. We gaan even aanbellen. En we gaan kijken of ze thuis zijn. Ring! Ik hoor de hond al. Ik hoor de hond. Oh, daar komt het. Oh. Ja, ja. Kijk eens even aan. Yeah! De winnaars. Het team van. Het team van Zo Beter. Zo Beter. Zo Beter. En jullie hadden, hou je vast, 233 punten. 2 punten meer dan de nummer 2. Maar jullie zijn eerste geworden. Van harte gefeliciteerd. Kom er even bij, zou ik zeggen. Kom er, Christy. Christy de. Christy de. Kijk, er komen er nog meer de buren. Kijk eens. Dus, oh, de, Christy, ik zou zeggen. Stel jij ze eventjes coronaproof voor. Oké, ja. Dat is een goeie. Nou, wij zijn team Zo Beter. Ja. En we hebben dus gewonnen. Jullie hebben gewonnen. En wie zaten er allemaal in je team? Oh ja, nou, zou ik daar beginnen bij Tijnet van Haren, Jaap, Joke, Marita, René, Carolien, Romy, ja, oh, niet te vergeten. Joopje en Gert-Jan, Jelle en Gea. En jullie hadden dat bij de vragen ook allemaal gedaan. Hoe hadden jullie, kun je iets van je strategie vertellen? Want je wordt natuurlijk niet zomaar. Je wordt natuurlijk niet zomaar eerst. Wie heeft de meeste vragen weten te vinden? Oh, wij allemaal. Allemaal. Het was echt teamwork. Niet pa? Was pa dat niet? Nee, nee, nou, wat historische dingen misschien. Maar wat historische dingen. Vragen, ja. En wie had die mooie tekening gemaakt? Wie was dat? Dat was Trainet. Hij zag er toch prachtig uit. Ja. Met de allerbeste wensen staat erbij voor 2022. Nou, dat hopen we. Op naar een liefdevol en verdraagzaam 22. Nou, mooier zo kan ik het niet zeggen, nee, Trinette. En hebben jullie al gehoord wat de eerste prijs is? Nou ja, wij weten het. Jullie weten. Want de hoeveelste keer is dat jullie meedoen? De derde keer. De derde keer. En ja, wat waren de vorige klasseringen? De eerste keer dat we mee gaan waren we negende. Negende. En vorig jaar zijn we derde geworden. Derde geworden. En nu is het nog beter. En zo beter zelfs. Zo beter. Zo beter. En jullie hebben gewonnen. 444 euro. Ik zou zeggen, mag ik maar jou geven, Christy? Van harte gefeliciteerd. Ja, heel zwaar hoor. Hij is heel zwaar. Gefeliciteerd met z'n allen. En dank voor de organisatie. Ja. Dat hebben we graag gedaan. En ik geef het graag, dat geef ik ook even aan Erik, want die heeft toch weer de meeste vragen bedacht. En, ik zou zeggen, gefeliciteerd, jullie hebben iets te vieren. Nou, dat zeker, ja. Bedankt. Alsjeblieft. Ah, top.